Vandaag in Caribbean Kids News. Dag van de lach. Aardbeving in Turkije. Welkom bij Caribbean Kids News. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag hebben we een uitzending pomvol nieuwtjes, zoals altijd. Lachen. Iedereen houdt wel van lachen. Je vergeet even alle nare dingen. Daarom bestaat er voor de zieke kinderen de stichting Kleine Clowns. Harita Tushi. Se ako buta na swembad of de hospital, harita keda importante. Kleine Clowns ta pasa ding hospital pa pone mucha nang kuta malu hari. Ik vond ze wel grappig, en, want ze liet mijn moeder daar staan. En ze ging ook heel raar tellen. Ze komen hier volgens mij 2 keer per week. Pakeda hasi etrabou aki, mister di seng. Pese, Kleine Clowns a inventa dia di hari. Tur aya, nanta trece un comediante corso pa duna un show. E com o show aí, não te recauda fundo para a organização. E aí aqui está a Bird Barrier Verver. Tem o hotel Caminho e da Queda, Kleine Clowns dan a transformar em um palhaço. Ik ben Roué Verveer, ik ben cabaretier, stand-up comedians en, of stand-up comedian. En dat houdt in, ik mag grappen vertellen de hele dag. Het is niet alleen voor kinderen belangrijk om te lachen. Het is voor iedereen belangrijk om te lachen. Ik vind dat iedereen de hele dag moet lachen. Dat vind ik. Gaat niet gebeuren, maar dat vind ik. Maar voor die kinderen zeker, omdat ze al ziek zijn en ze liggen in bed. En dat is het toch leuk als er een clown komt die ze toch nog een beetje opvrolijkt. Dan hebben ze dat nog in ieder geval. Clowns moeten ook de huur betalen voor hun huis. En om hun werk te kunnen doen, moeten ze salaris krijgen. En de stichting Kleine Clowns moet dan geld hebben om die clowns te kunnen betalen. Zodat die clowns weer rustig de kinderen aan het lachen kunnen maken. Want als de clowns geen geld hebben, kunnen ze ook niet vrolijk zijn om de kinderen aan het lachen te maken. De leerlingen van Instituto Buena Vista zien de toekomst somber in. Dat blijkt uit een kunstwerk die ze in opdracht van de overheid hebben gemaakt voor de viering van 10-10-10. Es saque de pintura di Dominique. Eta parte di un obra di arte grande cu da parari ba Brion Plain. E colonna Porta Alegre, pero e pintura si nota alegre. Helm and Wheels, die dus 2 borden vasthoudt. Daarop staat dus Nomor Macamba en 8020. Maar ik heb hem als een karikatuur neergezet, als een Mario-figuur. Want toen ik als kind was, speelde ook heel veel Mario. En ik dacht, weet je wat, hij doet heel kinderachtig. Dus doe ik hem ook als een kind neerzetten, dus een peuter op zijn gat. My painting is actually like these things are based on a saying that the people in Curaçao have a crap mentality, as in they fight each other instead of, you know, helping each other. They fight each other no matter what. Hopi alumno di Instituto Buena Vista ting en sentimento kupa nang note un futuro brillante na corso. Sigun nang costa bayendo malu ku e país. We are afraid actually of the future, because what we're seeing now is not good. And if you want to think of the future, you should have, I don't know, the present should be good for you to think about better things. And it's hard if what you see now is not working that well. So. De politieke situatie, ik vind het kinderachtig. Ik vind het kinderachtig spel wat ze spelen. Ik vind het als een rare mengsel van toneelspel, maar de bevolking zelf weet niet precies waar ze in moet kijken. E artiesten aan Robin Aki die hopigana die cambia koos na corso. Alleen is het heel moeilijk, maar ik probeer misschien mensen wat met mening te veranderen of hun inzichtiger. Nou, ik zou het niet alleen kunnen, maar ik wil het volk gewoon in actie zetten. Voorlopig is het kunstwerk nog even te zien op het Brionplein. Daarna wordt het verhuisd naar het terrein van Capriles Kliniek. Afgelopen zondag is Turkije getroffen door een aardbeving. Hierbij kwamen 270 mensen om het leven en 1300 mensen raakten gewond. Ja, maar.
È difficile anche da tembla e proprio per cinque. A Sina è già domingo merdia a cominciare la Turchia. E temblor a tua lugana e parte osti e paese, na e ciudadana Fan e Eriks. E non, hopi edificio a cai di otro. Hopi equipo di rescate a baina e parte na con mas di mesterina. Nanta por basaka e rene na qua che da pegar. Intera a noce nanta va da busca e de vez in quando nanta va da raimuende. Un temblor ta muovi show di capa di mondo. Mundo ta partido di differente lag. E capa di mondo ta esune mas pa fo. E capa di mondo aki ta partida in differente pida. Ora e saki nanta schuifri ba otro potin un temblor. E mescos con la Turchia e saki porasi hopi daino. Organizzazione di volontario da direccia tenta pa e hene nan qua pera nan cas e os nan puti miedo di trenta nan cas. Tambi nan da parti so a piriba caia. Differente país den vicindario a ofrece pa ayuda e país aki ka. Het is heel erg wat in Turkije is gebeurd, maar de kans is heel klein dat we op Curaçao zo'n aardbeving krijgen. Ons eiland is namelijk niet op de rand van een aardplaat. Gisteravond was het zover. Als afsluiter van het Rainforest Kunstfestival in Suriname gaf het Jeugdcircus Dans Arte hun optreden. Het was wel spannend of het door zou gaan. Want het water viel met pakken uit de hemel. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. De show gaat gewoon door. Want de regen is gestopt, dan kan de show verder gaan. Ik verwacht dat het heel goed zal zijn. Het zou leuk zijn, gezellig voor ons allemaal. En ik verwacht dat veel mensen het leuk zouden vinden. Ik heb heel veel zin, want ik wil gewoon mijn show doen. Onze show heet Simra Awa, dat betekent waterzaaien. Dus we denken dat we het een beetje over onszelf afgeroepen hebben. Maar gelukkig, het is droog. En we gaan ervan uit, the show must go on. Het bijzondere aan het optreden van Dans Arte is dat ook twee Surinaamse turners mogen meedoen. Zij doen vele gevaarlijke dingen. En ze doen het heel anders. En ze doen het ook heel goed. Het optreden wordt afgesloten met een grote watershow. En dit was het voor vandaag. Volgende keer zijn we er weer met meer nieuws. Mis het niet!